De boom Sleewijk had als resultaat dat maar liefst 250 mensen of gezinnen in Altena blij gemaakt werden met een zorgvuldig samengesteld pakket die door heel Altena werd bezorgd. Charlotte Hobé, een van de ruim 150 vrijwilligers achter het project, maakte op zaterdag 14 december live op Radio AFM bekend dat het een initiatief betrof vanuit de Vrije Evangelische Gemeente de Burgt. Met het ophangen van een kerstbal met erin de naam kon men iemand nomineren voor een dergelijk pakket. Nog even anoniem blijven was een bewuste keuze. Het doel was namelijk het delen van eigen rijkdom met anderen die het hard nodig hebben zonder een religieuze inslag. Een boodschap recht uit het hart van de initiatiefnemers. Door ervoor te kiezen om niet vooraf bekend te maken waar het initiatief vandaan kwam. Zijn ook juist mensen van buiten de kerk aangedragen. De reacties van de ontvangers waren hartverwarmend. De initiatiefnemers sluiten niet uit dat er nog meer van dergelijke acties gaan plaatsvinden.